Achter elk merk zit een mens. Achter elk gebouw een onderneming. Hoe worden ideeën die ooit alleen in je hoofd bestonden, tastbaar in de echte wereld? Met kraakheldere visie, gedreven in ambacht, ontstaat iets wat groter is dan jezelf. Neem een kijkje door de bril van. Eljero Elia staat bekend als voetballer, maar deze Haagenees is een ware duizendpoot. Tijdens zijn carrière als profvoetballer won hij meerdere prijzen met onder andere Juventus en Feyenoord en speelde hij een WK-finale. Daarnaast is hij een van de oprichters van het merk Baller, heeft hij een eigen cocktailbar en een platenlabel. Alsof dat niet genoeg is, is hij tegenwoordig als techhouse DJ te boeken in de clubs. Jordi van Bussen, beter bekend als Kwebbelkop, is het perfecte voorbeeld van iemand die van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt. Zijn YouTube-kanaal heeft bijna 15 miljoen abonnees en hij heeft inmiddels met zijn JVDB-studio's ook een bedrijf wat het digitale landschap aan het transformeren is op het gebied van contentcreatie, development en meer. Heren, welkom. Wat fijn. Ik heb er zin in. Ik heb zin om met jullie te kletsen. Ik heb wat vragen. Ik heb wat dingen. Ik ben gewoon een beetje nieuwsgierig. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik even weten, welke bril heb jij gekozen, Jordi? Ja, ik heb een mooie bril van Fred uitgekozen. Ik zoek een bril die ik op sterkte kan laten maken. Dat ga ik ook lekker doen. Ja. Dat ik hem gewoon de hele dag op kan. Mag ik even zien hoe dat eruit ziet? Oh! Ja, toch? Oh! Wel netjes. Dat is wel nice, niks te geks. Die pootjes zijn vooral heel mooi, hè? Heel mooi. Ja. Weet je toevallig of dit een handgemaakt is? Dat heb je nog wel eens. Nee, weet je niet. Ik ook niet. Weten. Nee, denk nee. Ik. Misschien heb je dat meegekregen. Dat vertelt Jim vaak heel mooi en heel goed. Oké, mooi. Nou, je mag hem ophouden. Je mag hem afdoen. Ja, mag ik doe hem toch nog even af. Eljero, jij hebt ook een mooie bril op. Ja, een MMXX. MMXX. Amsterdamse merk. Nummer 16 van de 350. Dus. Wauw. Ja. En ik heb begrepen dat deze in Japan gemaakt is. Ja, klopt. Wauw. Ja, daar komen de goede producten vandaan, toch? Ja, zit zeker. Hoe zit hij? Zit hij lekker? Hij ziet eruit alsof hij echt lekker op de oren. Hij zit ook lekker op de oren en lekker op de neus. Dus. Nice. Ik sta bij jou ook, als je hem wil ophouden, haal hem lekker op. Als je maar wilt doen, doe je hem lekker af. Ik zit hier om jullie het een en ander over jullie carrière te vragen. Jij bent begonnen als YouTuber. Jij bent begonnen als voetballer. Ja. Ik wil het met jou hebben over het merk Baller. Je hebt uiteindelijk je aandelen verkocht een tijdje terug. Ja, klopt. En hoe voelt dat? Ik wil eigenlijk weten waarom je het hebt gedaan. Dat is één. En ik wil daarna eigenlijk ook weten, was het op tijd of was het eigenlijk geen goede beslissing? Gewoon zakelijk gezien. Het was eigenlijk... ik en Greg, ik was eerst dan samen met Demi. Na het WK zijn we begonnen ermee. Ja. En... we begonnen eigenlijk met een blazer zonder mouwen. Welke WK was dat? WK 2010 in Zuid-Afrika. Oké, een poosje geleden. En toen kwamen we bij elkaar en hij zei van, ik wil een merk op gaan starten. Ik zei tegen hem van, ja, ik vind het een goed idee. Wat hebben we nodig? Ja. En hij zei tegen mij van, oké, dit en dit bedrag hebben we nodig. Kwam rond eigenlijk op een 3,5 ton. En daarmee zijn we begonnen. We begonnen met shirtjes. Wacht even, 3,5 ton en jullie beginnen met shirtjes? Ja. Wat voor shirtjes waren dit? Ik bedoel, was dat echt nodig om met zoveel geld te beginnen? Of is dat... waarom was het dan nodig? Ze hadden een berekening gemaakt. Wat we allemaal nodig zouden moeten hebben. Een eigen kantoor, eigen mensen die we ook in konden huren. Om voor ons te komen werken. Okay. Inpakken, verzenden, een deal maken met DHL. Van alles. Okay. Alles wat erbij kon kijken. En op een gegeven moment werd het huge. Het werd echt huge. Het ging van 100 verzendingen naar 300 verzendingen. Maar dan en per om een idee te hebben, is dat 300 verzendingen per dag, per week? Per maand. Okay. Per maand. En het werd gekker en gekker. En op een gegeven moment moesten we groter worden. En toen kwam Gregory erbij. Gregory van de Wiel. Ja. En toen hadden we nog meer budget. We verkochten al. Ja. En toen gingen we naar winkels toe. Bijkorf. Gewoon grote warenhuizen. Ook Nederland, buitenland. En op een gegeven moment zag je in één keer bekende mensen vanuit het buitenland... bekende NFL-players, basketbalspelers, voetballers. Crazy. En iedereen ging ermee lopen en
toen werden we gevraagd om een deal aan te gaan met winkels. En toen hebben we het op een gegeven moment hebben we alles gestopt, hebben we het gewoon zelf gedaan. Oké, wacht. Voordat ik doorga zeg maar, en terugkom op de vraag die ik als eerste stelde van waarom het eigenlijk voor jou tot het punt kwam van oké, nu ga ik eruit stappen. Hoe snel hebben jullie eigenlijk die 3,5 ton terugverdiend? Ik denk al binnen de eerste 2 jaar al. Oké. Okay. Ja. Dat is helemaal niet gek. Nee, zeker niet. Als je zeker gewoon, niet. Toch? Als je, heel als je netjes. Ja, toch? Super netjes. Ja. Als je een business hebt, dan als je dat binnen 2 jaar gewoon terugverdient. Als je het überhaupt winstgevend kan maken. Ja, binnen 3 jaar. Ja. Dat is van wat ik weet in ieder geval. Nee, het is goed. Want als je deze dagen kijkt, als je geld op de bank zet. Ja, en je vraagt, je krijgt rente. Stelt helemaal niks voor. Je krijgt geen rente. Joh. Je krijgt geen rente, moet betalen. Ja. Maar oké, nu even straight op de vraag. Hè. Waarom zeg jij dan op een gegeven moment, ik stap er nu uit? Ik was gestopt met voetbal. Bijna. Ik had geen zin meer om te voetballen. Ja. En op een gegeven moment, die jongens zijn al zo ver. En ja, Gregory was er dan uit. Dan is het eigenlijk 2-1. Mm. Want je bent, als je met z'n drieën bent en de meerderheid heeft meer zeggenschap, dus het is 2-1. Ja, oké. En als je dat dan op papier kijkt en volgens de regels, dan hebben hun altijd dus een zin zeggen van dit en dit moet gebeuren. En ik zeg nee, ja, dan telt mijn stem niet. Ja, op een gegeven moment had ik helemaal niks meer te zeggen. En hun waren zo diep erin dat ik ook wel niet zo dom ben om daarin tegen te gaan. En ik liet hun gewoon hun eigen ding doen. Oké. En op een gegeven moment zei ik gewoon van ik wil mijn aandelen verkopen. En ik denk dat het op de juiste moment is. Hmm. Want ze focussen zich eigenlijk helemaal niet meer op ballen. Het gaat meer om 4-3-3. En dat is het grootste platform van de wereld. Op het gebied van sport en social media. En social media, en alle content en alles. Ja. Dus ze concentreren zich volop op 4-3-3. En dat is eigenlijk ook wat ik hun zou adviseren. Dan. Maar goed, jij bent als YouTuber begonnen. Neem ons even mee in hoe dat zeg maar was. Want ja, je begint. Hoe begon het eigenlijk voor jou? Want ik weet, relatief weinig van hoe het voor jou gestart is. Ja, het begint gewoon als hobby. Denk net als je voetballer wil worden, dan denk je, dan kijk je op naar de voetballers. Hetzelfde met YouTuber. Je hebt je helden en dan zeg je, nou, dat wil ik ook. En dan ga je gewoon dag en nacht ga je gewoon knallen. Filmpjes maken, aan je kanaal werken, aan je hele merk werken. En dat 2-3 jaar gedaan, middelbare school gehaald, geen beweging, helemaal niks. Ja. Elke dag posten, elke dag posten. Toen uiteindelijk begon ik een beetje beweging te zien. Nou, voordat je het weet, doe je 10 jaar. Kijk, voor sommige mensen die weinig afweten van wat het is om een YouTuber te zijn, zouden dan kunnen denken van, dat is gewoon voor luie mensen. Of mensen die geen zin hebben om te werken, zeg maar. Maar als jij even een kleine snelle opsomming wil doen van wat je allemaal doet vandaag de dag. Ja. Want jij bent alles behalve iemand die een beetje lui is en denkt, ik ga lekker filmpje, cameraatje pakken, lekker makkelijk. Gewoon een snelle opsomming van wat je vandaag de dag allemaal doet. Ja, echt de allersnelste in het kort. We bouwen eigenlijk de weg naar de multimedia van de toekomst. Ja. Dus hoe 10 jaar geleden er geen YouTube was. Ja, nu is het overal. Nou, dus we zijn op zoek naar het volgende en daar bouwen we naartoe. En wat houdt dat in? Ik heb een videogamebedrijf. Nou, we hebben een paar games uitgebracht. Er weer een videogamebedrijf, daar hoor ik er al één. Natuurlijk mijn eigen YouTube-kanaal. Boom. Maar daarnaast heb ik ook nog een hoop andere YouTube-kanalen. Oh, die je beheert, maar waar je zelf niet te zien bent. Ja, moet ik het zo zien? Oké. Dus ik bestuur ze, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik ben eigenaar, maar niemand weet dat. Of bij sommigen wel. Ja. Daarnaast een agency. Dus we helpen influencers met branddeals krijgen. Dus wil je een samenwerking? Ik krijg al zoveel aanvragen. Die kan je dan mooi doorkaatsen. Nou, zo bouw je een heel mooi netwerk op. Kun je iedereen helpen. Ja. En we doen productie voor merken. Dus soms een bedrijf dat zegt... Ook nog eens? Ja. Oké, nu heb je 5 dingen opgenoemd en ik denk nog steeds dat je bescheiden bent gewoon. Hoe combineer je al deze dingen? Ja, je bent één man. Je bent 27 jaar één man. Je hebt nog geen kinderen? Nee. Oké, dat scheelt al. Ja. Dat scheelt al. Maar goed, nog steeds. Hoe doe je al deze dingen?
Ja, kijk, ik doe het niet in mijn eentje. Ik heb een heel mooi team. En het is gewoon echt op mensen kunnen vertrouwen. De juiste mensen uitzoeken. Het juiste team samenstellen. En ja, ik ben dan wel de baas. Maar we doen het echt gewoon... Iedereen geeft gewoon 100%. Ja. Nou, en taken delegeren. En mensen er echt heel erg in vertrouwen dat ze goed hun werk kunnen doen. Aan ze geven wat ze nodig hebben. Dus heb je dit nodig, heb je dat nodig om je werk goed te kunnen doen? Nou, doe dan. Ga maar. Ja. Misschien is dit iets wat ik van jullie allebei wil weten. Sinds jullie daar allebei ervaring hebben met verschillende ondernemingen. Wanneer is het juiste punt om een team samen te stellen en hoe groot is dat dan? Weet je, kijk, sommige mensen, als YouTuber had je niet per se een team nodig, toch? Nee. Je begint gewoon in je eentje. Als voetballer moet jij het goed doen en moet jij bijdrage leveren aan een team, maar dat is toch anders dan echt ondernemen, want toen je bijvoorbeeld, je hebt ook een label. Ja. Nou, hoe groot moet je team zijn of hoe snel of wanneer is het punt dat je zegt, oké, nu heb ik meer mensen nodig, het gaat niet meer alleen. Ja, ik zou vooral kijken van, wil je groeien? Is vraag 1, hè. Je hoeft het niet te doen. Je kan het ook gewoon lekker in je eentje blijven doen. Maar ja, als je wil groeien, dan heb je sowieso altijd mensen nodig. En wil je meer vrije tijd, dan moet je gaan delegeren. Ik zou wel altijd aanraden om lean te blijven. Om gewoon lekker klein te blijven. En zo vroeg mogelijk al een team gaan opzetten. Want het gaat vaak ook om trainingen. En hoe eerder iemand erbij is, hoe beter ze je kennen. Maar niet te snel mensen huren. Niet te snel mensen huren, want dat kost volgens mij geld voordat je het hebt verdiend. Hire slow, fire fast. Hire slow, fire fast. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Eljero, jij bent ook met een label bezig. Ja. Goed, op welk punt heb je gedacht van oké, ik ga nu een label starten? Want je hebt al voetbal, voetballer. Ja, in het verleden heb ik heel veel jongens geholpen. SFB, dat weet ik toevallig. SFB heb ik vanaf de bodem. Maar wat is dan helpen? Zo, ja, als je het erover begint hoor. Clips betalen. Oké, gewoon financieel gewoon even dingen mogelijk maken. Clips betalen, kleren, uitstapjes. En op een gegeven moment dacht ik van, waarom doe ik het niet zelf? En toen belde ik Kees. En Kees zal naar mij toe komen. Ik woonde toen nog in Italië, toen speelde ik bij Juventus. Okay. En ik zat met Tony, Unique. Okay. Dat is een vriend van me. En ik had hem het plan uitgelegd. En hij zei, ja, is goed, ik ga bel Kees op. Kees, gewoon naar Italië komen en hij belt me af. En 3 weken later zie ik SFB's getekend bij Top Notch. Oké. Toen dacht je, dit kan ik ook. En hoe ga je dan om met zoiets? Want ik kan me voorstellen dat een soort van teleurstelling voelt. Nee, echt niet. Je gunt die boys wel, maar je schrikt natuurlijk wel op het moment van, wacht eens even, hadden wij niet afspraak? Nee, ik doe het alleen om te zorgen dat ze hun familie en kinderen of weet ik veel, mensen die ze lief hebben, eten kunnen geven. Okay, dat iedereen goed is. Op een gegeven moment begin je zelf met een label. Ja. Wat is het idee daarachter? Want dat je gevoel hebt dus voor E&R of horen van oké, dit is... Laat me zo zeggen, sommige mensen zeggen de oor op de straat. Dus je hoort wat al hot is, zeg maar. Ja. Dat lukt jou. Is ook een talent. Ja. Maar wat brengt je op het punt om te zeggen, ik ga het ook doen? Op een gegeven moment dacht ik van oké, ik ga het gewoon zelf doen. Talenten bij elkaar gehaald. Die wat kunnen doen in de muziek als ze gewoon met beide voeten op de grond blijven staan. En op een gegeven moment, als ik zie dat mensen niet willen rennen en jij hebt gezweet en je hebt alles gedaan om iets te doen om iets van het leven te maken. Ja. En dan haal ik die stekker eruit. En dan, nu ben ik me echt volledig op mezelf gaan focussen. Hoe combineer je het om labelbaas te zijn en artiesten zijn? Of moet ik dat artiesten zijn? Ik doe alles zelf. Ik doe alles zelf. En je bent ook nog eens tech house DJ. Ja. Hoor je me zo doen? Omdat ik ben artiest en label eigenaar, maar ik weet hoe het mij lukt is omdat ik, zoals hij eigenlijk zegt, ik ben niet zo aanwezig. Ik ben niet aan het micromanagen. Ik ben niet elke dag op kantoor. Er zijn bepaalde meetings waar ik bij ben, bepaalde dingen weet ik, bepaalde beslissingen doe ik aan mee. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de credits aan mijn broers moet geven. Ja. Maar hoe doe jij dit dan? Ik kom op kantoor. Ja.
Ik heb een goede producer. Ik kan zelf ook wel wat met produceren. Meestal trek ik de plonnetjes uit. Mijn beste vriend is dan een grote DJ geweest in Nederland. Wie is dat dan? Kevin Ramos van Glow in the Dark. Ja. Hij heeft het hele album samen met Albert Harvey van SFB gemaakt. Waar hun opkomst was. Ja, hoe heette dat ook alweer? Lituatie? Lituatie. Ja. Lituatie 1 en 2. Ja. Lituatie 1, ja. En dat was ook weer iets van mij. Want ik had die twee bij elkaar gebracht. Die konden eerst helemaal niet met elkaar. Dus je bent de hele tijd aan het A&R'en gewoon. Ja, en dat zijn de dingen die ik op een gegeven moment zei van, ik ga dat niet meer doen. Ik ga gewoon lekker aan mezelf werken. Ik wil zometeen echt weten waarom Tech House is. Maar wacht, we komen er zo op terug. Want het is zo'n verrassende soort van afslag in je ding. Maar nogmaals, we komen daar zo even op terug. Ja. Ik wil het even hebben met jou over AI. Artificial intelligence, zeg ik dat goed? Ja, kunstmatige intelligentie. Hè? Kunstmatige intelligentie. Wat is de toekomst daarvan? Jij hebt een betere kijk volgens mij in die soort glazen bol dan wij. Ja. Waar moeten wij voor oppassen? Ja, zeker. Ja, het is gewoon klaar. Het is klaar gewoon, echt waar? Ik ben niet meer nodig straks? We zijn gewoon eigenlijk niet meer nodig straks? Producties zijn niet meer nodig, nee. Holy moly. Dat gaat AI allemaal doen. Alle influencers worden AI, alle muzikanten worden AI. Alleen als atleet, dat kunnen we niet vervangen met AI. Robots willen we niet zien spelen. Okay, maar over wat hebben jullie nu? Over dat ding dat je op internet zet, wat je nu ziet, die Drake-stemmen en zo. Bijvoorbeeld. Dat is best wel een primitieve vorm zelfs. Ja, die Drake, dat is dus gemaakt door een computer. Ja. Niet een echt persoon, een beetje wel. Ja. Maar we gaan er naartoe dat gewoon een computer, dat gewoon je drukt op een knopje en dat doet het gewoon. Ik heb een vriend die bijvoorbeeld kunst maakt door middel van AI. En hij verkoopt al kunstwerken gewoon. NFT's toch? Nee, dat is ook weer iets anders. Nee, dat is weer iets anders. Want die NFT's die moet je zelf nog maken. Hij hoeft ook niet meer dus nu. Ja. Maar die kan je zelf nog minten, toch? Ja. Die maak je dan zelf. Ja. Maar met artificial intelligence of hoe zeg ik het nou ook alweer in het Nederlands? Kunstmatige intelligentie. AI. Ja, maakt een vriend van mij gewoon kunst. Dus gewoon een schilderij bijvoorbeeld. Ja. Typt hij allemaal dingetjes in. Bloep, 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 bloep. Ja, een beetje zo. Bam, komt gewoon een kunstwerk uit. Huh? Wat ben ik dan nog aan het doen? Ja, maar het gaat ons heel productief maken. De wereld gaat op de Gaat het opstaan. Ons echt productief maken of gaat het ons gewoon van onze jobs beroven? Als ik iets nieuws wil leren, dan zeg ik tegen die ik wil dit leren. Maak me verslaafd en binnen een week wil ik het geleerd hebben. Maak een schema voor me en zeg wat ik moet doen elke dag om het ook nog eens heel leuk te vinden. En dan maakt hij gewoon een schema voor me. Dan volg ik gewoon wat dat ding zegt en wat ik moet doen. En na een week heb ik gewoon, zo heb ik leren programmeren. Hey, zijn er al dingen die jij met AI doet op dit moment en wat zijn die dingen? Ik doe echt een paar hele toffe dingen. Mag het er niet over hebben, maar eentje. Jongen, wat is dit nou? Eentje heb ik wel. Ja, want ik moet mensen wel iets leuks dank geven. Dank je. Ja. We hebben nu een AI. Kijk, ik als influencer, ik doe alles op zijn Engels. Weet je, ik ben een Nederlander. Maar heel snel zei ik van in Nederland heb je zo weinig mensen. Je moet alles op zijn Engels doen, dan kun je de hele wereld bereiken. Maar er is nog een stap hoger dan dat, want niet iedereen spreekt Engels. Weet je, er zijn mensen die alleen Spaans spreken, alleen Portugees. Alleen Frans, alleen Duits. Maar ik kan alleen Engels. Dus ik heb een AI gebouwd. Die gewoon dit hele interview zou kunnen pakken. Dit hele gesprek zou pakken. Vervolgens jouw stem kloont, mijn stem kloont. Yes, that's nice. En dan ons Engels laat praten. En ons Frans laat praten. En ons Spaans laat praten. En ons Portugees laat praten. Dit is super. Zodat je het maar één keer hoeft op te nemen. En vervolgens in alle talen gaan uitbrengen. En het is gewoon hyperrealistisch. Je zou je ouders voor de gek kunnen houden. Zo goed. Wauw. Ja. Oh, dit is nice. Ik denk dat je deze deelt. Ja, dan heb je die voice-overs niet vet, bijvoorbeeld dat je hoort, come here. Weet je wel, die vroeger in de Japanse film. Zag dat je wat? Ja. Dat heb je. Oké, dat is nice. Oké, maar stel, jij weet nu een beetje wat hij doet. Ja. Wat, en hoe zou hij, en misschien ik ook, AI kunnen gebruiken? AI music, joh. Ah. Als jij, dit mag je niet aan je advocaten vragen. Maar stel, een muzikant dropt een feature met Drake. Ja. Iedereen gaat helemaal wild en achteraf komt iedereen erachter dat het niet echt Drake was, maar dat het AI was. Ja, dan gaat je artiest wel viraal. Dat is pas geleden gebeurd, toch? Ja, dat is gebeurd. Ja, met The Weeknd, toch? Ja, met The Weeknd maar dat was alle twee AI. Ja. Maar als jouw artiest een feature heeft van Drake,
Ja, je kan een feature hebben van iedereen. Krijg je wel advocaat op je dak. Ja. Maar dat soort unieke concepten, die gaan nu helemaal viraal. Misschien, ik heb een idee in mijn hoofd, ja. Ik heb een ideetje in mijn hoofd. Zal ik het nu zeggen? Nee, ik ga het niet zeggen. Bouwen. Ik moet het gewoon doen, dat werkt beter dan praten, toch? Wauw, zus. Angelo, nu komen we even terug op die DJ-tory. Waar komt het vandaan dat je opeens zegt, je bent een rapper, je bent een labelbaas, voetballer geweest, modezaak gehad of modemerk gehad. Weet je wat hij aan het doen is? Wat is hij aan het doen? Zijn jullie van Xbox, PlayStation? Nee, van allebei niet echt, maar PlayStation. Goed. PlayStation, toch? Dan heb je toch je achievements, je trophies. Ja. Hij gaat voor 100%. Hmm. Hij wil alles gedaan hebben, of niet? Ik doe letterlijk wat ik leuk vind. Oké, maar goed. Nu ga ik even de advocaat van de tegenpartij zijn. Zo zeg ik dat altijd dan. Kan je je voorstellen dat sommige mensen ook denken van, is hij nou zoekende? Of heeft hij juist gevonden wat hij wil doen? Ik kan ook chillen. Ik hoef ook gewoon niks te doen. Ik kan ook lekker thuis op de bank zitten. Ja, maar dat geloof ik niet. Maar ik bedoel, dat kan jij niet, want jij onderneemt al zo lang. Ja, dat precies maar. Ik hoef niet. Ik doe voor niemand. Ik doe het echt omdat ik het echt oprecht leuk vind. Oké, maar heb je nou dan je ding gevonden? Of ben je gewoon lekker al de dingen op je bucketlist aan het afvinken? Kijk, rappen... Heb je gedaan? Dat heb ik gedaan omdat ik het leuk vind. Ik zeg niet dat ik de beste ben. Nou, dat maakt toch ook niet uit. En voor mij gaat het echt puur om gewoon... Ik wou het gewoon een keer hebben gedaan. Ja. Ik wou gewoon een keer een EP maken. En that's it. Gelukt. Mensen hebben het gehoord. That's it. Ja. En ik hoef niet in de top 100, top weet ik veel te komen. Het is gewoon leuk om het te doen. Ik heb nu ook weer een nieuwe kledingmerk opgestart. Maar niemand weet dat het van mij is. Maar ik zie mensen er wel mee lopen. Oké, lachen. Dus, en dat zijn de dingen die ik leuk vind. Ja, maar waarom DJ Elgiro? Je gaat weer... waarom tech? Ook tech. Kijk, als je zegt tegen mij, ik ben... hip-hop DJ, dan zie ik een makkelijkere link of zo. Maar nu denk ik tech. In corona, house. In de coronatijd, kwamen we veel bij elkaar. En gewoon met matjes chillen. Ja. En kwam vaak bij mij in de studio. En op een gegeven moment, ik zat al veel te draaien. Maar alleen voor mijn vrienden. Mm. En ze zeggen van, hey Ellie, je begint steeds beter te worden, man. Dan denk ik van, ja, echt? Chop. Hey. Dus ik blijf doorgaan met draaien. En daarvoor is... In elke huis waar ik in het buitenland woonde, had ik eigenlijk mijn draaitafel. Dus ik ging draaien, maar echt altijd hip-hop, R&B, voor alles. En steeds meer kwam er house bij. Omdat die jongens, die vrienden van mij, die draaien altijd house. En ik ging me er meer in verdiepen. En tijdens corona, kwamen gewoon die plaatjes eruit. Yeah. En na corona gingen we ook naar die feesten toe. Ik ga elk jaar naar Ibiza. Ik ben daar ook een huis aan het zoeken in Ibiza. Oké. En dan ga je naar die feesten toe. Dan kom je in Pasha, dan kom je in Circo Loco en al die dingen. En het begon steeds verder te worden. En ik zag de jongens ook lopen. En toen zag ik Martinez Brothers. Toen was ik helemaal verkocht. Ja, oké. Die guys, ja. Verkocht. Okay, ik dacht gewoon, die jongens zijn gewoon echt van hip-hop. Ken jij de Martinez Brothers? Nee. Dat is wel echt... hou je een beetje van dance? Ja, man. Dan denk ik dat Martinez Brothers wel iets wat je mee moet maken of zo. Het zijn twee broers die draaien. Of komen ze uit Chicago of zo? Weet ik veel. New York? Ja. Amerikaan in ieder geval. En het is wel tof. Het is wel een aanrader als je van dat soort feest houdt. Als je hun naam ergens ziet staan en je kan er naartoe, check het gewoon. Je gaat zeker wel met Martinez Brothers. Ja. Leuk. Heel raar dat ik dit ermee link. Hè. Maar weet je wat ik echt van jullie zou willen weten? Goed, je onderneemt, je werkt hard. Ja, er is heus wel wat verdiend natuurlijk, hè? Bij jullie allebei. Wat is de domste uitgave die jullie hebben gedaan? Dat kan ik niet meer zeggen, joh. Waarom niet? Ja, dat heb ik een keer gezegd en het was zo dom. Je hebt het toch al een keer gezegd? Ik ben gewoon een keer echt... ik heb gewoon gekke vakanties gehad. Nee, jij, maar jij weet. Wat is gek? Ik weet niet, misschien wat jij gek vindt, vind ik niet zo gek. Bel al je vrienden op, verrassing. En 2 uurtjes vliegen. En lekker op het water dobberen. En vul de rest maar in. Ja. Nee, jij gaat de rest invullen. Vertel gewoon, geef me iets. Ja, vul jij maar aan. Oké, wacht. Kijk, oké. Dan halen we dat kleine stukje money uit het verhaal. Wat is dan het gekste wat je dan hebt gezien tijdens zo'n trip, zeg maar? Misschien niet eens gedaan, maar gewoon gezien. Gekste?
En weet jij ze? Nee, ik ga je eentje vertellen. Ik hou van dit soort dingen. Ja. Deze heb ik ook nooit verteld. Ik was naar Miami gegaan met Ryan Donk, Babo, een andere vriend van mij, Nassim Seta. We zaten gewoon te chillen, dus we gaan naar Miami. En we hadden de laatste avond, een van de laatste avonden, gingen we naar Club Lift. Maar dat is dat hele gebeuren. Het is een hele bekende club in Miami. Heel duur, dat ik ook naar de club, dit erop. En er waren een paar Engelsen aan de overkant. En Floyd Mayweather stond naast ons. Oké. En Floyd Mayweather zat ons gewoon echt uit te dagen zo van... Hey, zie je die boys niet? Ze poppen bottles. Maar ik ben niet die guy die bottles popt. Ik denk van, hey, het is zonde. Waarom moet ik bottles poppen? Ik ben het helemaal eens. Ik kan ook met één glas champagne of drie, dan ben ik al dronken. Want ik drink nooit. Op een gegeven moment zitten we. En die jongens doen... ze doen 50 flessen of zo. En tegen ons, zo, naar ons kijken heet het zo van... Ik zeg, bro, met mij wil je dit echt niet aangaan. En op een gegeven moment laat ik hun gewoon. En ik drink en op een gegeven moment ben ik dronken. Ik pak mijn American Espresso en ik zet het in mijn mond. Terwijl ik dronken ben. Ja. En die jongens zitten zo te kijken zo. En ik zeg tegen die waitress, doe ook maar 50 flessen. En ik zeg nog een keer 50 flessen. Okay. En die boys willen me al tegenhouden. Dat. Ik zeg, hey, laat me rust, dronken hoofd. Weer 50 flessen. Oh my god. En die jongens zie je zo van, op een gegeven moment lopen ze naar ons toe. En Floyd Mayweather wou niet met ons op de foto in het begin. Mm-hmm. Op een gegeven moment zegt hij, hey, waar komen jullie vandaan? We zeggen, ja, Amsterdam. Kom uit Den Haag. Amsterdam. Wij met hem op de foto. Wij blij dat oké, club is afgelopen. We gaan naar huis. Wat is die rekening dan? Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem gewoon betaald. Hij heeft gewoon niet gezien. Nu, ik zou het niet volgende ochtend, mevrouw belt me op. Godverdomme Ellie, wat heb jij in godsnaam gedaan? Ik zeg, wat dan? Ja, 80k voor bros in een club bij je gekke hoofd. Ik zeg, wat dan? Dus ik op mijn telefoon kijken, dit dat. Kijk maar, Oei, dat is het domste uitgaan. Dat geloof ik wel. Dat is echt een domme uitgaan. Wel, jullie zijn gewoon gelokt. Want die andere 50 flessen van die andere boys, dat zijn gewoon die flessen die weer teruggaan om jullie uit de tent te lokken. Oh, er zijn 4 soccer players hier. We gaan ze eventjes pakken. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ja. En die jongen zeiden nog van, no, ik doe niet mee. Ik zei, wat maakt niet uit, ik doe alleen. En toen ik op mijn telefoon keek, kijk maar, huh? En ik werd gebeld. Schreeuwen, jongen, aan de telefoon. Ja, tuurlijk. Maar ja, nu lach je erom. Nee, nu kan je erom lachen. Ja. Maar ja. Toen? Ik weet niet of ik er nu om zou kunnen lachen, zeg maar, achteraf gezien. Maar goed, oké, nu we dat gehoord hebben. Ik ben jou nog niet echt een domme uitgave gehoord. Maar goed, maar misschien zou je wat wel... Wat wil je horen? Misschien wil ik gewoon horen wat je verstandigste uitgave was. Want die vraag zie ik te weinig. Ja, er helemaal mee eens trouwens. Mijn huis. Boom. Ja, voor niet financieel alleen. Financieel topinvestering geweest. Nog steeds, maar geluk. Ja. Dat is echt is 100% waard. Ja. Super blij mee. Een mooi huis in Amsterdam gebouwd. Penthouse, appartement. En 2 jaar mee bezig geweest. Echt de leukste tijd van mijn leven. En net zoals jij, dat wil ik. En niet kijken, afrekenen. Maar dan is het... Gelukkig wel een goede investering. Ja, het blijft daar staan. Ja, je kan elke dag naar kijken op zijn minst. Je kan het verkopen als je dat Nou, heel veel mooie opmerkingen over mijn huis gehad in de media. Ja. Echt mooie opmerkingen of gemene opmerkingen? Nee, eigenlijk alleen maar mooi. Oké, top. Ik heb echt niemand gezien die niet zag hoeveel liefde ik erin had gestoken. Ja. En zelf heel veel geluk gehad... tijdens het proces en nu dat ik er woon. Ja, prachtig en mooie herinneringen. En hebben jullie ook iets met vastgoed gedaan in de tussentijd? Want als je 80.000 euro op één avond kan blowen, dan kan je ook vastgoed kopen. Dus hebben jullie ook daar iets mee gedaan waar jullie iets over zouden willen delen? Of is het een gevoelig onderwerp? Want mensen zijn daar nog... Ja, soms is het wel gevoelig. Je hoeft niet in details te treden, maar is dat iets wat wel jullie interesseert, zeg maar, om te doen? Ja, nou, over domse uitgaven. Okay. Ik heb er wel eentje. Oké. Ja. Ik ga rechtop zitten voor deze. Tot die van jou nog wel, nee. Weer heel anders. Maar
door de jaren heen goed geld verdiend en blijven investeren. Portfolio, divers portfolio heb ik. Nou, waaronder twee mooie grachtenpanden gekocht in Amsterdam met winkels. Ja. En ik zou die samen met mijn ex kopen, 50-50. Nou, dat is nog wel te overzien, niet van dat je gaat scheiden en ze neemt de helft mee. Zij legde de helft in en ik legde de helft in. En net toen wij de aanbetaling gedaan hadden, die per persoon 3 keer was wat jij net zei, toen gingen we uit elkaar. Oei. Dus moest ik de helft ophoesten van de aankoop. Dus ik dacht, nou, top, mooie investering, gaan we gewoon doen. Ja. Kan gebeuren. Dus ik neem haar deel over en ik ga door met de aankoop. En terwijl ik het proces aan het gaan ben, gebeurde corona. Alles op lockdown. Die winkels. Geen inkomsten meer. Geen inkomsten. Die winkels kunnen hun huur niet betalen. Nou, ik ben dan ook wel de lieve gast die zegt, geen probleem. Laten we even 3 maanden niks doen. Maar ja, mijn kosten gaan gewoon door. Ja. Dus dat was wel echt een... dat is wel echt een forse klap. Maar heb je dat weggedaan of heb je dat gehouden? Ik heb hem nog steeds. Ik wou net zeggen, toch wel beter. Dus door corona heen, hier en daar investeren, opknappen. Ja, en nu eindelijk staat het mooi. Kijk, maar het was wel... Netjes. Wow, ja. Een forse hit. Maar dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij. Dat is wel een ding van ondernemen, hè? Ja, de klapjes krijgen, opstaan en weer doorgaan. Ja. Maar we hebben het wel echt over... door corona, ik denk wel een klein miljoentje weg. In 2 jaar tijd. Ja. Zo. Dat is niet niks. Ja. Maar dat corrigeert zichzelf ook weer mooi. Dat is gelukkig. Als je doorgaat wel, natuurlijk. Als je doorgaat en als je maar gewoon kalm blijft. Ja. Zo, maar hoe... Hoe of waar haal je de moed vandaan om dan te zeggen, ik ga door? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen gewoon zoiets hebben van, ik kap er gewoon mee. Toch? Ja. Dat je gewoon denkt van, ik ga niet meer. Ik heb mijn cocktailbar verkocht. In Den Haag had je die, of niet? Ja, in de stad. Weer in de stad. Ik dacht, ik kan wel huur door blijven gaan betalen van €8.000 per maand. Ja, dat is en dan moet je ook nog je werknemers betalen. Dan staat contractueel aangeven dat je dat gewoon moet doen. Ja, dan ga je jezelf in de vingers snijden. En het duurde bijna een jaar. Nou, eigenlijk 2 jaar zelfs. Ja. Dus op een gegeven moment zei ik van, alles weg. Zo, dat is wel echt hoe het elke keer dan gaat, hè? Het is zo... Ja. Op en neer, op en neer. Maar dat is ook stoer, dat je het kan doen, toch? Dat je durft te zeggen... Dat je durft te zeggen van, nou, weet je wat, klaar. Nee, je gaat jezelf nu in ieder geval niet in de vingers willen snijden. En je wil het beste voor je werknemers. Ook. En je wil het beste voor iedereen. Lastig. Ja, maar soms gebeurt het, overmacht. En dan moet je maar eens goed manoeuvreren. Ja, dat is het vooral. Ja. Nou goed, we hebben het gehad over verdienen, over uitgeven. Ik wil het ook hebben over... Wat hebben jullie teruggedaan voor de medemens? Is er iets wat jullie, van jullie sowieso hebben van... jij organiseerde volgens mij... voetbaldagen of speciale dagen voor jongeren of zo? Ja, speciale dagen voor jongeren in de zomer. En de zomer zie je voor iedereen op vakantie gaan. En dan heb je ook heel veel kinderen die het niet breed hebben. En die heb ik in de wijk waar ik vandaan kom en omstreken eromheen. Welke wijk is dat? Molenwijk. Molenwijk, ook in Den Haag. Daar heb ik al die kinderen bij elkaar opgetrommeld. En in ieder geval iedereen in de hele gemeenschap daar laten weten dat we een feest gaan organiseren. En dan kwamen ze allemaal daar bij elkaar, was gratis eten, drinken, voetballen en in een toernooivorm. En de winnaar kreeg een kledingpakket van Black Banana en de waarde van zoveel geld konden ze iets leuks gaan doen. Dat is nice. En is dat iets wat jaarlijks terugkomt of is dat iets wat je één keer hebt gedaan? Nu ben ik bezig met een soort van fonds. Ik vind dat in Nederland heel veel problemen zijn met families met een niet-Nederlandse achtergrond. Okay. Ouders die geen Nederlands spreken. Families die eigenlijk heel snel worden geadviseerd tot een lagere niveau. Oh, zo je bedoelt met de CITO-toets? Wat ik dan met mijn team wil gaan doen, is zich niet gaan focussen op de kinderen, maar op de ouders.
Want thuis begint eigenlijk het, de opvoeding. En als de opvoeding thuis goed is en goed geregeld is, dan komen de, meestal komen de kinderen dan ook meestal goed terecht in, ja, in de community, in de gemeenschap. Mooi man, wauw. En daar ben ik nu met de gemeente en met Valerie en het hele team, zijn we daarmee bezig om dat op te zetten. En we zijn denk ik al op 80%. Valerie is iemand uit jouw team, ja, waar je mee werkt? Ja, okay, ja. Wauw, en hoe belangrijk is het eigenlijk om terug te geven? Is dat überhaupt iets waar je mee bezig moet zijn of is het... Ja, voor mij, naar zulke mooie dingen heb ik nog niet gedaan. Maar het staat zeker wel op de planning. Ik denk dat het allerbelangrijkste is wat je energie geeft, toch? Mm. Dus bij mij, hoe ik ook naar mijn werk kijk, ja, ik deel gewoon lol. Ik deel inspiratie. Tuurlijk, dat is ook teruggeven, toch? Precies, precies. Maar dat is echt mijn drive. Weet je, je zegt je doet het voor de lol. Al je dingen, ik ook. Ja. Maar dan denk je van, wat geef je echt die energie? Waarom vind je het zo leuk? Nou, voor mij is het gewoon om te zien dat mensen het leuk vinden wat ik maak. Ja. Of het nou de games is of de video's. En mensen inspireren om te zien van, oké, dat kan ik dus ook bereiken in mijn leven. En natuurlijk een beetje Hollands trots. Ja, want kijk... Met wat jullie doen, jullie hebben gewoon heel veel fans, want jullie zijn bekend. Dat is logisch. Dat mensen dan zien wat je doet of geïnspireerd worden. Krijg je daar ook wel wat van terug? Zeg maar, komen wel eens mensen naar je toe, hey, je hebt toen dat en dat gedaan en je hebt bijvoorbeeld, nu een extreem voorbeeld misschien, je hebt mijn leven gered. Ja. Zeg maar wat. Zeker. Ja, 100%. Nou, vertel eens even voordat, want mensen het eind aan, maar dan wordt het, hè, dan denk ik ook van, hè, die persoonlijke dingen, dat is tussen ons. Maar hele persoonlijke verhalen, persoonlijke brieven. Soms krijg je wel eens een cadeau opgestuurd met een mooi verhaal erbij. Ja. Ja, en dat is prachtig. Ja. Ja, maar dan denk ik altijd van, weet je, je mag... Je moet zelf trots zijn. Jij hebt het gedaan. Ja. Snap je? Ja. Ja, het is toch mooi dat je dat ook kan betekenen voor iemand, hè? Ja, zeker. Zeker. Guys, over laten we zeggen, 7 jaar ongeveer is het 2030. Waar is jullie onderneming dan? En wat zijn jullie dan allemaal aan het doen? Ik hoop dat mijn onderneming dan op een laag pitje is en dat ik gewoon lekker volop van mijn kinderen kan genieten. Soort van lichte pensioen in zicht, zeg maar, of zo. Ja, ik ook, een beetje DJ'en. Naar Ibiza zitten. Ja, ja. Dus in ieder geval wel in het buitenland wonen, dat is wel een van mijn dromen. Ja? Maar in ieder geval zorgen dat mijn kinderen nooit meer en hun kinderen zorg hebben. Dat is een van mijn doelen. Hoe ver ben je in want het is over 7 jaar gaat snel natuurlijk, 7 jaar gaat snel. Ben je al goed op weg naar die vrijheid die je net omschrijft? Leg eraan ook hoe je zelf in het leven staat, wat je allemaal gaat doen, wat je prioriteiten zijn. Ja. Ik wil gewoon lekker op mijn gemak rustig zitten en dan hier en daar. Heb jij in 2030 nog een label of is dat... Jawel, zeker. Dat dan weer wel, okay. Jawel. Muziek is een onderdeel van mijn leven. Je gaat niet stilzitten, vriend. Muziek blijft altijd. Maar je gaat, dan zie je gaat gewoon werken, zeg je nu eigenlijk. Wat ik nu ook doe, ik word wakker, ik ga naar de gym en ik ga padellen. Kijk daar. Dus ja, dat doe ik gewoon naar eigenlijk. Na de gym? Of, gewoon of voor de gym of na de gym. Ja. Dat is gewoon af. Dat is natuurlijk een topsporter, hè? Die is wel wat gewend. Ja. Goed, bro, jij gaat mij niet uitleggen dat jij over 7 jaar, eigenlijk over 15 jaar, dit gaat doen wat hij zegt. Gewoon relax. Ik ga lekker DJ'en. Nee, bro. Ja, hij staat naast Bill Gates. Dus waar ben jij? Nou, hij begint er al uit te zien als Steve Jobs. Ja. Zo te zien, dat brilletje nog erbij. En dan heb je... Ja, heeft u nog kan niet stilzitten, weet je. Kijk, ik heb een paar jaar geleden, financieel heb ik het heel goed. Ik ben echt super blessed en dankbaar ervoor. En echt mezelf afgevraagd van, wat wil ik doen? Wil ik met pensioen gaan? Ik vind het saai. Bro, je bent 27 en je bent al op het punt gekomen dat je jezelf hebt afgevraagd. Wil ik met pensioen gaan? Ja, toch? Ik weet dat je dat niet kan, bro. Maar je bijvoorbeeld gewoon de rest van je leven op je pizza zitten of reizen of zo. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk wat ik doe. Dus ik denk dat ik over 7 jaar nog steeds doe wat ik heel leuk vind. Ja. En waar zit dat? Dat zit in multimedia. Hè? Dus entertainment, denk aan videogames, maar denk ook aan films en content en dat soort dingen. Ja, en waar ben ik goed in? Gewoon echt
innoveren binnen die space. Dus ik verwacht dat we sowieso met de AI hele mooie stappen gaan maken. Ja. Mooie game uitbrengen. Waarschijnlijk dus dit jaar. Gewoon mooie dingen doen. En hopelijk kan ik ook mooie projecten opzetten. Zoals waar jij nu mee bezig bent. Hebben jullie nog tot slot een gouden tip voor de kijkers? Je paast hem even gelijk door. Jij gaat even nadenken. Zeg het maar. Misschien geef ik dan een gouden tip. Blijf altijd in jezelf geloven. Laat niemand je zeggen wat je niet kan doen. Sky's the limit. Blijf altijd in jezelf geloven. Sky's the limit. Ik zou zeggen, mooie Japanse gezegde. 7 keer vallen, 8 keer opstaan. Ja, nice. Ja, dat is wel een beetje de rode draad van wat we een beetje bespreken vandaag, heb ik het gevoel. Want jullie doen iets, het stopt. Dan gaan we weer verder, weer iets nieuws. Dat bestaat nog misschien, er komt weer iets anders bij. Dat stopt, er komt weer iets nieuws bij. Ja, 7 keer vallen, 8 keer opstaan. Ja, zeker. Heren, bedankt. Bedankt. Ja. En ik zal jullie blijven volgen. Ja, thanks.